De Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal heeft vandaag de vliegramp van 1989 herdacht. De herdenkingsceremonie vond plaats bij het vliegrampmonument op de oude begraafplaats Rushof aan de Jagernet Lajmanstraat. Op 7 juni 1989 lieten 176 personen, onder wie de leden van het kleurrijk elftal, het leven. Toen het SLM DC-863 toestel waarin zij zaten na bijstanderij neerstortte. Roy de Miranda, voorzitter van Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal, vertelt dat het vliegrampboekje nog niet helemaal beschreven is. Hij zegt dat het belangrijk is dat de nodige belanghebbenden, SLM en SVB, zich bundelen. Wij hebben samen de taak met de actoren die ik heb genoemd om dat boek te completeren. Zodat dat boek op de juiste wijze als overlevering blijft bestaan binnen de geschiedenis van de Republiek Suriname. En dat een ieder weet heeft van wat die mensen allemaal moeten ondergaan, de nabestaanden. Want wanneer men zegt, je nog herdenkt, dan zeg ik, ja, het leed en het verdriet van de nabestaanden blijft voortduren. De Miranda betreurt het dat nog de SLM, nog de SVB aanwezig was bij de herdenking van morgen. Hij geeft aan dat de SLM zich moet verontschuldigen bij de nabestaanden van de vliegramp en alles in het werk moet stellen opdat een dergelijke ramp zich nooit meer voordoet. En in die geest blijf ik steken met de oproep aan de SLM. Laten we eindelijk eens een keer om de tafel zitten en dit stukje afwerken, afronden, gezamenlijk. En dan gaan we samen met de SVB verder met het kleurrijk voetbalgedeelte. Maar ook de zorg, de nazorg voor de nabestaanden gezamenlijk ter hand nemen. Roy de Miranda, voorzitter van Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal, tijdens de herdenkingsceremonie van de SLM-vliegramp vandaag 29 jaar geleden. Miranda geeft verder aan dat de nazorg van de nabestaanden belangrijk is, ook na 29 jaar. De aanwezige hoogwaardigheidsbekleders waren onder meer de directeur van het ministerie van Sport en Jeugdzaken en defensieminister Ronnie Benschop, die de president vertegenwoordigde. Tijdens de vliegramp van 7 juni 1989 lieten 176 van de 187 inzittenden, onder wie het kleurrijk elftal, het leven.